stel, ik spreek in mijn onderzoek met vluchtelingen, waar ik wellicht eerder dacht, nou ja, gewoon interviews afnemen, dat is toch allemaal niet zo moeilijk. Dat je nu ook gewoon goed nadenkt over wat consequenties zouden kunnen zijn voor je respondenten op het moment dat jij je zaken aan jouw kant als onderzoeker niet goed op orde hebt. Data management. Ik denk dat data management voor verschillende mensen wel iets anders kan betekenen. Voor mij betekent het eigenlijk vanaf het eerste begin van je onderzoek heel goed nadenken over zaken zoals hoe sla je je data op, waar sla je je data op. Data management voor mij is op een zorgvuldige manier omgaan met onderzoeksdata. Data zijn kostbaar, belangrijk om te bewaren, worden vaak maar gebruikt om een paar vragen te beantwoorden. Maar er kunnen veel meer vragen worden beantwoord, dus andere mensen moeten er toegang toe hebben om hun eigen vragen te kunnen onderzoeken. Om een heel simpel voorbeeld te noemen, als ik interviews ga afnemen, welk opnameapparaat neem ik mee? Is dat opnameapparaat beveiligd? Hoe zorg ik ervoor dat als ik een interview heb afgerond, dat het op een goede manier en op een veilige manier ergens wordt opgeslagen? Als je data archiveert, moeten ze altijd gepseudonymiseerd worden, op zijn minst. Dus dat betekent dat er geen persoonsgegevens meer in de data staan. Data management is ook heel belangrijk voor transparantie. Als iemand ons vraagt, waar zijn eigenlijk de data die jullie daar gepubliceerd hebben, mogen wij het eens inzien? Dan moet je altijd kunnen zeggen, ze zijn daar goed gedocumenteerd. Ik was bezig met het opstellen van mijn MWO-VIDI-voorstel. En gewoon in het kader van het onderzoek wat ik voor ogen had, wist ik gewoon dat ik daar ondersteuning bij nodig had in de vorm van een data manager. Kort gezegd, helpt zij mij eigenlijk tot in detail na te denken over allerlei vragen rondom dataverzameling, dataverwerking, dataopslag en datadeling. Ja, niet iedereen heeft natuurlijk de luxe positie om een data manager aan te stellen. Maar ook als je dat niet hebt, zijn er afdoende opties binnen de faculteit en binnen de universiteit om wel ondersteuning te krijgen. En het meest belangrijke is in het kader daarvan natuurlijk het Center for Digital Scholarship. Het Center for Digital Scholarship is gevestigd in de Universiteitsbibliotheek en het ondersteunt onderzoekers bij het gebruik maken van digitale onderzoekstechnieken en we ondersteunen bij Open Science. Wij organiseren workshops voor alle medewerkers van de universiteit. We hebben cursussen die openstaan voor iedereen. Daarin helpen we om een datamanagementplan te schrijven. En bij CDS helpen we concreet om data fair te maken. Fair, dat staat voor findable, accessible, interoperable en reusable. Dat betekent dat je data vindbaar moet zijn. Het moet dus op een locatie staan waar anderen het kunnen vinden. Het moet toegankelijk zijn. Het moet interoperabel zijn, dus het moet zoveel mogelijk als kan aan standaarden voldoen die ook andere disciplines kunnen begrijpen, ook mensen buiten je onderzoek. En als je van al die drie die voorwaarden voldoet en je hangt er ook nog een licentie aan die hergebruik toestaat, dan is je data fair. Data management is niet moeilijk. Je moet voorafgaand aan het onderzoek goed nadenken over wat voor soort data je wil verzamelen, met wie je die wilt delen, waar je die wilt archiveren. Eén keer, voorafgaand aan een groot onderzoek. Klinkt altijd een beetje ingewikkeld, data management, maar het is eigenlijk maar heel weinig. Nee, wat ik tegen mijn promovendi zeg ten aanzien van het belang van een data management plan schrijven. Het antwoord is heel simpel op die vraag, op het waarom. Je onderzoek wordt er gewoon beter van. Nou, en dan is iedereen vrij snel verkocht.